De Omgevingsraad is een raad van zeer betrokken mensen uit de omgeving, uit het bedrijfsleven, uit de overheden. Hè, dan moet ik denken aan alle gemeenten die in de regio Noordoost-Brabant er zijn en ook de scholen. De Omgevingsraad is een samenstelling van mensen die met het Koning Willem I meedenkt over hoe we de arbeidsmarkt in onze regio handen en voeten kunnen geven. Ik vind het heel belangrijk dat onze leerlingen straks op een mbo terechtkomen, waar heel close interactie is met straks de toeleverende partij, dus de arbeidsmarkt, de regionale arbeidsmarkt. En als je dan weet dat Koning Willem I zich heel erg openstelt naar buiten, dan is dat ook goed uiteindelijk voor onze leerlingen ook om daar het onderwijs te gaan vervolgen. Het één verschil, als je het vergelijkt met andere raden die er zijn, is dat we ook zeggen tegen de Omgevingsraad, jullie hebben instemming op datgene wat we aan het doen zijn. Dus als we iets ontwikkelen of willen voorstellen in ons aanbod, onze aanpak, dan leggen we dat voor. En dan kunnen zij daar hun bezwaren of wat feedback op geven. Als ze er ergens niet mee eens zijn, dan gaan we er wel vanuit dat ze met een beter alternatief komen dan ons. Wat belangrijk is voor de Omgevingsraad, maar voor onze regio, is dat er opleidingen dichtbij beschikbaar zijn. En ik denk dat dat erg bijdraagt aan verbetering van het leerklimaat en ook dat mensen sneller een bepaalde opleiding gaan volgen. Wat je hoopt als je deelneemt aan de Omgevingsraad is dat er goed gekeken wordt van wat hebben nou leerlingen, wat hebben studenten nodig, ook daadwerkelijk in die begeleiding, in die praktijk. Als ik kijk naar onze toekomstige medewerkers, dan zie ik heel veel verschillende medewerkers. Dan zie ik de medewerkers die volop in de zorg meedraaien, die echt mensen verzorgen. Maar ook met Koning Willem I zijn we volop bezig met zorgtechnologie. Want uiteindelijk hebben we een heleboel slimme hulpmiddelen en andere technologieën nodig om ook de zorg te bieden. En dat is wat we eigenlijk goed samen moeten brengen, ook in zo'n omgevingsraad. MBO-studenten zijn voor ons in ons bedrijf heel erg belangrijk. Omdat dat eigenlijk voor mij de harde kern is in ons bedrijf. Deze mensen ontwikkelen zich in en met het bedrijf en vaak groeien ze door tot HBO plus niveau. En het is geweldig te zien hoe dat mensen zich kunnen ontwikkelen gedurende hun carrière. Ik denk dat zo'n omgevingsraad meer is dan alleen een vehikel om het onderwijs beter aan te laten sluiten, maar dat het ook goed is om juist dat extra's buiten het onderwijs om nog met elkaar te bereiken. Mijn motto is sharing is caring. Want als je niet deelt wat je ervaart, dan kan ook de omgeving niet zomaar de juiste stappen nemen, gezamenlijk. Wat levert mij persoonlijk, maar ook als bestuurder op, is dat je een veel betere verbinding gaat krijgen met de regio. Een veel betere verbinding met de partijen die samen met de school zeg maar belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van Noordoost-Brabant. Als bestuurder vind ik dat belangrijk, omdat je daarmee ook echt een bijdrage levert aan het behouden van talenten voor de regio. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk, omdat je daarmee een betere relatie krijgt ook met alle partijen die van belang zijn om beroepsonderwijs op een hoger niveau te krijgen.